Dit is een troetelbeer. Oh, jij hebt allemaal troetelberen. Look it. Maak ze ook geluid. Nee. Okido. Oeh, zo, die worden ook goed aangegooid. Uit, oh hier. Oké, mam. Ja? Oeh, dat vind ik wel leuk, want dat weet ik ook niet van jou. Wat is je meest gênante herinnering? Of dat weet ik vast niet. Ik ben bijvoorbeeld wel eens met uitgaan. Ja, dat weet ik. Die van jou. Ik weet niet wat jij gaat vertellen nu, maar wildplassen. Dan zijn er... Wildplassen. Nou, die wilde ik niet vertellen, maar oh. Ja, het is er ook. Als ze thuis komen dat ze mijn bekeuring had voor wildplassen. Ja, ja, dat was echt een hele fijne. Zal ik vertellen hoe? Ik was gaan stappen in Utrecht met vriendinnen. En ik had een aantal borrels op. En toen uiteindelijk moest ik zo nodig plassen. Toen dacht ik, ga ik achter zo'n pilaar staan? En dan ga ik daar plassen. Dus ik ben naar beneden, ik hurken en dus plassen. Komt er een politieauto aangereden, zie ik dus dat er daar zo'n camerabol hangt die alles heeft gefilmd. Terwijl ik daar dus op te plassen, kreeg ik een bekeuring voor wildplassen. Ja. Wat maakt een goede moeder, denk je? Dat is wel interessant omdat je zelf nu ook net moeder bent. Wat maakt een goede moeder, denk je? Dat is in eerste instantie natuurlijk sowieso dat gevoel dat er iemand altijd voor je is die zo van je houdt en er voor je is. Maar ook wel die vertrouwensband. Zowel van jou naar mij als van mij naar jou, denk ik. Als je niet het gevoel hebt dat er iemand zo van je houdt als dat je moeder dat kan, dat is voor mij wel echt... Nee, en nu heb je dat zelf natuurlijk ook met Scotty. Ja, ik kan nog gelijk gaan janken. Maar dit is wel zo. Als je dat zelf nu bent, dan weet je, dan snap je het allemaal nog veel beter. Dat het inderdaad zo is. Zodra dat kind er is, dan verzuip je zelf om dat kind boven het water te houden. En het is het kind opeens alles. Dat is het echt. Dat vind ik wel een leuke. En nu kan jij ook goed antwoord op geven. Mm-hmm. Wij zijn allebei echt gigantische vreedzakken. Ja. Wat voor gebakje ben ik? Iets met fruit te doen. Ja? Ja. Of chocola. Het is een heel harde, hard knapperige bodem. Ja. Zo'n lekker bakketbakse zomer erin. Ja. En dan echt lekker vers fruit erop. Wat ik zo lekker fruitig ben. En zo krokant ook. Was ik een heftige puber? Ja, ja, jij was echt een heftige puber. Oké, vertel. Ik weet ook dat jij naar kostschool bent gegaan. En dat is denk ik niet geheel zonder reden. Omdat ik zo lief was, nee. Nee, precies. Als alles helemaal supergoed gaat, dan zal je niet zo snel naar kostschool worden gestuurd. Nee, klopt. Nee, maar de kostschool klinkt een beetje heel erg heftig. Maar ik was het er zelf mee eens. De relatie tussen mij en mijn ouders was gewoon zo veranderd dat zij mij eigenlijk niet meer konden vertellen wat ik moest doen. Dus ik nam dat niet meer van ze aan. En daar was ik het zelf ook mee eens dat er eigenlijk een ander gezag boven mij moest staan om te zorgen dat ik die middelbare school braaf afmaakte. Dus heb ik wel zelf de kostschool mogen uitkiezen. De enige gemengde kostschool van Nederland. Okay, ja. Dus niet alleen met meisjes. En dat was eigenlijk dus gewoon een goed idee. Toen heb ik gewoon binnen de normale tijd mijn school afgemaakt. Op welke beroemdheid lijk ik het meest? Ik was echt verrukt van Claudia Cardinale als in Once Upon a Time in the West. Ja, dat is die knetterlange, hele lange, hele super langdradige die jullie film. Die gedwongen hebben. Het is een klassieker, je moet hem kijken. Waardoor ik echt, de intro duurde al 20 minuten. Ja, precies, alleen maar gaap. Maar ik vind Claudia Cardinale toen in ieder geval echt bloedmooi en super sexy. Dus dat had ik heel erg graag willen zijn. Maar het is niet dat ik denk dat ik daarop lijk, maar dat had ik best wel heel graag gewild. Zeker 30 jaar geleden. Okido. Wat is jouw wens voor Scotty Jones? Even voor de mensen die niet weten wie Scotty Jones is. Scotty Jones is mijn dochtertje, die inmiddels 12 weken oud is. Waar ik natuurlijk ongelooflijk veel van hou. Ja, je wenst een klein kindje natuurlijk alles. Dat alles goed gaat, hè. Ja, dat ze niet problematisch, dat ze gewoon gelukkig wordt. Maar dat wil iedereen natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk wel een... Ja, maar iets heel specifieks. Ja, wat wens je Scotty Jones? Ja, iedereen wenst natuurlijk een kind alles toe. Maar nee, ik gun haar ook vooral dat ze een band heeft met Martijn en jou, zoals Tom en ik allebei met ons kinderen ook hebben. Geluk. Ja. Je wenst Scotty Jones geluk. Ja, dat klinkt natuurlijk heel vreselijk, maar ja, om er nou één ding speciaal echt uit te lichten, vind ik echt heel moeilijk. Oké, mam, mm-hmm. Wat is je beste versiertip? Mannen versieren? Dat denk ik, ja.
Ik zou eigenlijk misschien wat meer aandacht moeten besteden aan flirten. En, maar Tom heeft wel af en toe echt hele leuke verrassingen ook, bijvoorbeeld toch opeens. Ja, tuurlijk. Ja. Nee, hij is gewoon superman. Dus je moet dat vaker verzinnen. Maar Martijn is ook superman voor jou. Dus. Maar zeker. Doe jij dat nog? Flirt jij nog met Martijn? Nou, momenteel heb ik een baby en moet ik überhaupt gewoon, als ik in de spiegel kijk, denk ik, oké, ik zie er al zo uit, maar ik ga het maar even zo laten. En ik merk wel dat ik het belangrijk vind om wel nog af en toe even te horen van, vind je me nog leuk? En dan mij als Saar en niet mij als mama Saar. Ja, en vader of moeder van en dat je elkaar ook niet mammy en papi gaat noemen. Merken we dus dat we dat nu al af en toe hebben. Ja, oké, dat moet je echt gelijk eruit halen. Ik denk dat je even lekker naar papa gaat nu, want papa, weet je wat? Ja, nee, dat kan wel, maar dan heb je het tegen het kind. Maar niet dat je de hele tijd over elkaar praat als papa. Oh, nee, het is niet dat ik hem bel als ik zeg, hi papa. Nee. Oh, daddy. Dat is gelijk weer een heel ander ding. Klaar? Empty.